Vitesse heeft de Airborne-wedstrijd thuis tegen Fortuna Sittard met 4-2 gewonnen, dankzij twee kopdoelpunten van Brian Linssen. We spraken na afloop met Vitesse-speler Brian Linssen en trainer Leonie Slutski. Brian, gefeliciteerd eerst. 4-2, het zag er niet uit, de eerste helft. Nee, ik denk ook een groot gedeelte van de tweede helft ook niet. Maar, hoe komt dat? Ja, hoe het kwam, dat weet ik niet. We speelden niet goed vandaag. We kregen niet echt onder controle. Maar uiteindelijk is het wel het belangrijkste dat je gaat vechten met z'n allen voor de drie punten. En een vechtlust, dat heeft er niet aan gelegen uiteindelijk. Twee mooie doelpunten van jou. Hadden er misschien nog meer kunnen zijn, want af en toe floot de scheidsrechter niet, hè? Nee, ja, bij één keer liep ik richting een keeper en ik denk dat ik een fikse duw in mijn rug krijg. Maar oké, dat moet ik dan misschien zelf betere dingen doen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik twee keer score en dat hele belangrijke waren richting overwinning. Het was een hele speciale avond met de veteranen. Wat heb je ervan meegekregen? En natuurlijk, al de hele week krijg je er alles van mee. Heel internet staat vol, er wordt over gepraat. Bij ons op de club ook een presentatie gehad van iemand die het heeft meegemaakt. En ja, dat maakt wel heel diepe indruk op je. Yes, today it was special day, special airborne day, special match, special like type of a game, because today it was not super enjoyable football, today more fighting, and really we try to show all our the best quality, but today we won not only for our level, more for our team spirit, character, and we never give up, because for me it was a very difficult situation when we equalized and immediately conceded second goal, and in this situation possible to give up. Yes, because this is too much, yet, but we continue to play in the same way, very aggressive, use a lot of situations in the wing side, and finally we won, and I think we deserve this win.